Goedemiddag iedereen. Het is net 11:55, dus het is al goedemiddag. Welkom naar dit evenement. Ik ben Tatjana Somandas, de voorzitter van SUBEST Delft. En ik ben eigenlijk alleen hier om even een kort welkomswoord te zeggen, zodat ik jullie een beetje in de mood kan brengen, hopelijk. En dan ga ik het woord doorgeven aan Priyanti. Even een kort iets. Vandaag zijn we hier voor het event De Mozaïek van Surinaams Geschiedenis van Slavernij tot Staatsgreep. Het is georganiseerd door twee verenigingen, namelijk SUBEST Delft en SG. De meeste van jullie, of bepaalde van jullie, kennen misschien SUBEST Delft, maar voor degenen die die nieuw zijn, SUBEST Delft staat voor Surinaamse beta-studenten. En we bestaan uit een groep studenten die diverse events organiseren, zowel educatief als sportief als cultureel, om zo de Surinaamse studenten komend van in Suriname op te vangen en een beetje kunnen laten integreren. En kunnen zeggen van, hey, je bent niet alleen hier. Dit is een klein beetje Surinaams, dit is een klein beetje cultuur. Maar ook gewoon om ze hier te kunnen laten integreren, want uiteindelijk komen ze ook hier om een nieuw bestaan op te bouwen. Maar daarnaast zijn we ook gewoon voor degenen met een Surinaamse affiniteit. Denk aan de Surinaamse Nederlanders die hier geboren zijn en misschien willen weten, waar komen ze vandaan, wat missen ze of wat is dit precies. En voor degenen die interesse hebben in de Surinaamse cultuur en in dit geval de Surinaamse geschiedenis. Daarnaast organiseren we het ook gewoon met SG, namelijk Studium Generale. Degenen die studeren aan de TU Delft kennen misschien Studium Generale. Maar Studium Generale organiseert ook gewoon diverse events, maar meer voor de TU Delft. Ze hebben een veel grotere reach dan ons en daarom doen we dit ook in samenwerking met ons. Ze organiseren diverse workshops, lezingen, waaronder ook gewoon dit. En ja, welkom allemaal. Ik ga het woord geven aan Priyanti Munsi, commissaris educatie van SUBEST Delft. En enjoy. Ja, dankjewel Tatjana. Nogmaals van harte welkom iedereen bij de lunchlezing, presentatie, Surinaamse sfeer. Kunnen we het nu een beetje lekker flexibel, lekker leuk gaan maken vandaag. Zoals Tatjana al zei, ik ben de commissaris educatie van SUBEST Delft. Ik ben verantwoordelijk voor al de educatieve evenementen binnen SUBEST Delft. Ik kan denken aan de career days, om de studenten een beetje met bedrijfsleven bekend te maken. Maar ook aan deze lezingen, meer de educatieve sfeer in de vereniging te brengen dan de feestensfeer. Maar dat is ook wel nodig in het leven, een beetje balans moeten we hebben. Maar dit evenement hebben we samen gedaan met Studium Generale. Hartelijk dank voor de samenwerking. Daarnaast wil ik ook de schrijvers die vandaag aanwezig zijn, Drew Chander en Tirza Drizi, van harte welkomen. En voor bedanken voor jullie komst. Op het programma staat vandaag twee schrijvers die gaan presenteren over het boek dat ze hebben geschreven. Die gaat voornamelijk over de slavernij en over de staatsgreep van de Surinaamse geschiedenis. En ook over hun ervaringen en perspectieven die zij hebben met Suriname en de geschiedenis. Nu kunnen we beginnen. Ik zal Tirza Drizi vragen om naar voren te komen en ons meer te vertellen over haar boek De Gekleurde Bastaard. Hart applaus voor Tirza Drizi. Ik hoop dat hij het doet. Kunt u mij horen? Ja, oké. Okay. Goedemiddag allemaal. Nog geweldig dat er zoveel mensen zijn gekomen naar deze boekpresentatie. Mijn boek heet De Gekleurde Bastaard. Het is mijn levensverhaal. Het verhaal over mijn leven wissel ik af met stukjes geschiedenis van Suriname en Nederland. Om mijn verhaal in een perspectief te plaatsen. Mensen die het boek al gelezen hebben, hebben me verteld dat ze dat interessant vinden. Vooral veel Nederlandse kennissen en vrienden van mij. Dat ze dingen lezen die ze nog niet wisten. En ja, Nederland en Suriname hebben een band. En die band die is er nog steeds. Het boek heet De Gekleurde Bastaard. Nou, waarom gekleurd? Dat is duidelijk te zien. Waarom bastaard? Dat kun je lezen in het boek. Als je in de dikke vandalen kijkt. En je kijkt bij de betekenis van het woord bastaard. Dan staat daar onwettig kind. Nou, hoezo dat kun je ook lezen in het boek. Het betekent ook niet raszuiver. Als kind heb ik daar heel veel problemen mee gehad. Daarom is de ondertitel ook een verhaal over zelfacceptatie. Niet raszuiver,
dat vind ik nu helemaal geen probleem. Maar toen ik opgroeide in Nederland in de jaren 50, 60, was het wel een probleem voor mij. Ik heb laatst DNA-onderzoek laten doen via MyHeritage. En het blijkt dat ik alle werelddelen op deze aardbol in mij heb, DNA. Ik ben een wandelende Verenigde Naties. Zelfs een heel klein percentage van de Native Americans, van de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Dus daar ben ik gewoon heel erg trots op. Op de voorkant zie je een foto van mijzelf als klein meisje in een schommeltje op het erf op Zorg en Hoop. Ik ben geboren in Suriname en als driejarig meisje kwam ik naar Nederland met mijn moeder en mijn zusje. Op de volgende foto kunt u zien dat wij op de kade staan in Amsterdam. Nou, waarom staat die vrouw daar alleen met twee kleine kinderen? Het verhaal daarachter kun je lezen in het boek. Ik heb het boek geschreven voornamelijk eigenlijk in eerste instantie voor mijn dochters. Omdat ik de familieverhalen wilde vastleggen op papier. Maar wanneer ik aan kennissen vertelde over mijn levensverhaal, zeiden ze, het is wel een bijzonder verhaal, het is een verhaal voor een boek. Toen ik met pensioen ging, dacht ik, nou ga ik dat boek maar schrijven. En ik heb bij de vak hier in Delft schrijfcursus gevolgd. En voor de huiswerkopdrachten kreeg ik steeds positieve reacties. Dus ik dacht, oké, kan het wel, ik ga een boek schrijven. En dat is dit boek geworden. Het heeft een voorwoord, een nawoord en een aantal hoofdstukindelingen. Ik spring heen en weer van Nederland naar Suriname en ook in de tijd. Het begint in 1956 in Nederland bij de aankomst in Amsterdam. Dan ga ik naar 1917 terug naar Suriname. 1917 is het geboortejaar van mijn moeder. En in dat hoofdstuk van 1917 tot 1956 vertel ik over het leven van mijn moeder. Dus het is ook een stukje haar geschiedenis. Dan kom ik ook terug op de slavernijperiode, want ik ga de stamboom van mijn moeder uitzoeken. Dan kom ik in 1956 in Nederland aan. Blijf hier wonen tot 1978. En hoe dat was om als bruin meisje op te groeien in de jaren 50, 60, dat was toch wel anders dan nu. Het was toch wel een vrij witte wereld. In 1978 ga ik terug naar Suriname met mijn man en mijn dochtertje dat ik dan heb. Ik ben inmiddels getrouwd, ik heb een dochtertje van 2 jaar. En we remigreerden naar Suriname. We wonen daar tot 1989. De eind jaren 80 besluiten we om toch weer terug te keren naar Nederland. Omdat we in de jaren 80 best wel heftige dingen meemaken. Daar zal ik straks wat over voorlezen. En ja, meerdere redenen, maar onder andere de reden dat we geen toekomst zagen meer voor onze kinderen. Want inmiddels waren in Suriname nog 2 kinderen geboren. In 1989 kom ik in Nederland aan en inmiddels wordt er hier gesproken over allochtonen. Die term kende ik helemaal niet. En word ik in het allochtonenhokje gestopt. En daarin wordt iedereen gestopt die niet Nederlands is. En allerlei verschillende achtergronden, maakt niet uit, stempel allochtoon. En dat was niet altijd even positief om dat stempel te krijgen. Want heel veel negatieve zaken werden aan de allochtonen toegeschreven. Nou, dat is een beetje de opzet van mijn boek en waarom ik het heb geschreven. Ik zal nu wat stukjes voorlezen, een stukje uit het voorwoord. Wanneer je beseft waar je vandaan komt, sta je anders in het leven. Kijk je anders naar jezelf. Een Surinaams gezegde luidt, Fusapego, sapiokmopo. Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Mijn verhaal schrijf ik voor mijn dochters om ze te laten weten waar ze vandaan komen. Dit boek gaat over het vinden van je identiteit en over zelfacceptatie. Het gaat ook over emancipatie van vrouwen. Het gaat over emancipatie van de gekleurde mens. Het gaat over het besef van eigenwaarde. Dat besef is iets wat ik ieder mens op deze wereld toewens.
Dan kom ik aan in Amsterdam. December 1956. Ik zal daar een klein stukje van voorlezen. Ik lees kleine stukjes om u te laten proeven van het boek. Ik hoop dat het goed smaakt en dat u het dan ook allemaal koopt. Want, dat is ook niet onbelangrijk om te vertellen, de opbrengst van het boek gaat naar Stichting Rumas in Suriname. Het is een stichting die zich inzet voor jongens en jonge mannen van 12 tot 24 jaar, die op het verkeerde pad zijn geraakt. En die worden met scholing, stageplaatsen, geholpen om weer op het rechte pad te komen. De stichting doet goed werk. Ze hebben onlangs een prijs gehad van de Rotary in Suriname. En ik hoor dat ze goed werk doen. Ze worden ook gecoacht, die jongens, om op het rechte pad te blijven. We zijn net van de boot gestapt. Mama, zusje en ik. Nou ja, zusje is niet gestapt. Ze is anderhalf en zit op mama's arm. Ik ben 3. Ik sta te klappertanden en te bibberen. Gelukkig weet ik niet wat mij allemaal nog te wachten staat. Ik kijk omhoog naar mama's gezicht. Ze lacht naar de fotografen. Dat ik nu in Nederland ben, weet ik nog niet. En dat het december is, weet ik ook niet. Ik moet het verhaal nog horen bij de foto die ik jaren later van mama krijg. Mama en ik staan in een hal. Ik kijk omhoog naar mama's gezicht. Ze lacht niet. Haar hand laat mijn hand los. Mijn andere hand wordt vastgepakt door een non, stevig vastgepakt. Ik ben 3. Ik krijg een angstig gevoel in mijn buik. Ik kijk naar haar omhoog. Ze heeft een gezicht met een kap eromheen. Ze heeft geen bruine ogen, maar blauwe. Ik vind die blauwe ogen wel mooi en ze kijkt lief. Waarom gaat mama weg? Nou, mijn moeder laat mij achter in een internaat. En waarom? Kun je lezen in het boek. Wie is je vader, wie is je moeder? Dat is een belangrijke vraag die altijd gesteld wordt in Suriname. Als je met een vriend of vriendin voor het eerst thuis komt en komt voorstellen. Mijn moeder, Francine Regina Maria, wordt op 6 januari 1917 geboren te Paramaribo, Suriname. Fransje wordt ze genoemd. Mijn moeder groeit op in een Rooms-Katholiek gezin. Mijn vader is een zoon van islamitische contractarbeiders uit Brits-Indië. Nou, ik groei niet op met mijn vader en over contractarbeiders gaat Ruud straks alles vertellen. Ik heb in het Surinaams archief geprobeerd de stamboom te achterhalen van mijn moederskant. Dat het te belangrijk is om te weten waar je vandaan komt. Weet waar je vandaan komt. In de periode van de slavenhandel worden bij het tot slaaf maken Afrikaanse families uiteengerukt. Ze worden uit hun dorpen weggevoerd. De Afrikaanse mens wordt ontmenselijkt en wordt handelswaar. Voor de slavenhandelaren is de Afrikaanse familienaam niet van belang. Van zijn eigenaar krijgt de tot slaafgemaakte een roepnaam toebedeeld. Nu hebben we gisteren Kitty Kotti gevierd. Feest van de afschaffing van de slavernij. Ik, maar dat is mijn persoonlijke mening, vier het niet. Want waarom moet je iets vieren wat jou in eerste instantie helemaal niet afgenomen had mogen worden? Jouw vrijheid. Minderwaardige mensensoort. Want zo werden de Afrikaanse mensen bekeken als een minderwaardige mensensoort. En ik maak nu een vergelijking die veel mensen niet gepast vinden. Maar er zijn ook mensen die die vergelijking samen met mij maken. Eeuwenlang zijn Joodse mensen slachtoffer van pogroms, waarbij het dieptepunt wordt bereikt in de Tweede Wereldoorlog. Joodse mensen zijn niet van het Arische ras. Ze worden door de nazi's als untermenschen beschouwd. In veewagons gestopt en afgevoerd naar kampen. Ze krijgen een nummer getatoeëerd. De Joodse mensen worden in die periode systematisch vervolgd. Het doel van de nazi's is het Joodse ras uit te roeien in de vernietigingskampen. Waar komt die Jodenhaat toch vandaan? Wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met de Joodse mensen, is er nog altijd pijnlijke Europese schandvlek. Met de Afrikaanse bevolking hebben de Europeanen andere bedoelingen. Hun werelddeel wordt veroverd
en beroofd van kostbare grondstoffen. Eeuwenlang wordt de Afrikaanse mens door de Europeanen als een minderwaardige mensensoort beschouwd. Ze worden als vracht in scheepsruimen over de Atlantische Oceaan afgevoerd naar een ander continent. Ze worden gebrandmerkt met een ijzer, brandijzer, met het logo van de West-Indische Compagnie. De ruim 12 miljoen gedeporteerde Afrikaanse mensen moeten in leven blijven. Ze zijn van economisch belang voor Europa. De eerste scheepslading arriveert in 1518 op de Cariben. Het logo van de WIC is voor afstammelingen van slaven net zo'n beladen symbool als het hakenkruis voor Joodse mensen, zegt Adriaan van Dis in het televisieprogramma De Wereld Draait Door, waarin hij het boek Roofstaat van Ewald van Vught onder de aandacht brengt. De woorden van Van Dis treffen mij. Hier spreekt iemand die zich kan inleven. De Gouden Eeuw wordt een Gouden Eeuw mede op basis van de verdiensten uit de transatlantische slavenhandel. Statige panden uit de VOC en WIC-tijd in plaatsen als Amsterdam, Middelburg, Delft en meer steden getuigen hiervan. Een gids vertelt tijdens een stadswandeling bijzondere verhalen over deze panden en hun koloniale geschiedenis. Werkt de koloniale geschiedenis nog door in de Surinaamse samenleving en in de Surinaamse gemeenschap in Nederland? Ieder jaar wordt op 1 juli de afschaffing van de slavernij gevierd. Wanneer kun je werkelijk zeggen dat is geweest en nu kijken we vooruit? Is dat niet pas wanneer de voormalige kolonisator officieel erkent en uitspreekt dat er in het verleden enorm leed is aangedaan door de transatlantische slavenhandel? Maar goed, de slavernij wordt afgeschaft. En dan, na de afschaffing van de slavernij. Het gaat bergafwaarts met de grootlandbouw in het windgewest Suriname. En Albert Helman schrijft in zijn boek Avonturen aan de Wilde Kust. Uit zijn boek heb ik heel wat informatie gehaald. En hij, ik citeer hem nu, omdat ik dit een heel aangrijpend stukje vind wat hij schrijft. De volksplanting die ten koste van de Indianen door de Europeanen aan de Wilde Kust was opgezet, het merendeel van haar bevolking uit Afrika geroofd en nu ook Aziaten daarheen overgeplant, krijgt hoe langer hoe meer het aanzien van een chaotische volksontworteling. Albert Helman geeft in zijn boek Avonturen aan de Wilde Kust voorbeelden van het koloniale verdeel- en heersbeleid. En duidelijk wordt waarom de groepen wantrouwend tegenover elkaar komen te staan, naast het feit dat er enorme cultuurverschillen bestaan. En hoe moet er dan bij de onafhankelijkheid, hoe moet dan één volk ontstaan? Nou, gelukkig is in de loop der jaren bij al die verschillende groepen iets gemeenschappelijks gegroeid. Dat is de liefde voor Suriname. Nou, het ging slecht met de plantages, ook doordat kwam de recessie in de jaren 30, dat was wereldwijd. Daar heeft Suriname natuurlijk ook last van gekregen. Maar gelukkig werd er bauxiet ontdekt in 1915. Ontdekte een Amerikaanse geoloog bauxietlagen bij de Kotika rivier. Het duurt nog een aantal jaren voordat de bauxietwinning op gang komt, door gebakkelei tussen de Amerikanen en de Nederlanders hierover. Maar dankzij de bauxiet komt Suriname uit de recessie. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. En 65% van de aluminium die nodig is voor de vliegtuigen van de geallieerden, komt van de bauxiet van Suriname. Dus het gaat goed met Suriname door de bauxietwinning. De Tweede Wereldoorlog gaat voorbij. De jaren 50 breken aan. Het gaat goed met Suriname. Er worden woningbouwprojecten opgezet, voormalige plantages worden verkaveld en zo ook plantages Zorg en Hoop.
waar mijn moeder een huis koopt en waar ik geboren word. Maar door allerlei omstandigheden vertrekt ze met mij en mijn zusje naar Nederland. Het hele stuk over hoe mijn leven dan verloopt in Nederland ga ik nu niet allemaal vertellen, want anders zoveel tijd heb ik niet. Ik ga vertellen hoe het was om in Suriname aan te komen na zoveel jaren in Nederland te zijn opgegroeid. 22 jaar nadat ik als 3-jarig klein mensje aan mijn moeders hand ben vertrokken, keer ik terug naar mijn geboorteland met een echtgenoot en een dochtertje van 2 jaar. 5 jaar geleden ben ik al eens gaan kennismaken met mijn land tijdens een vakantie van 2 weken. Dat wij er ons nu gaan vestigen is een ander spannend verhaal. Vandaag kom ik aan met een koffer vol hoopvolle verwachtingen voor ons toekomstige leven hier. We komen aan in een land dat net 3 jaar geleden onafhankelijk geworden is van zijn kolonisator. Hoe zal het gaan met dat land, met die nieuwe natie? Hoe zal het gaan met de bevolking van Suriname? Nou, dan vertel ik heel stukje over wat er gebeurd is vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan de onafhankelijkheid, al de politieke ontwikkelingen. We zijn geland op vliegveld Zanderij. Suriname verwelkomt ons met een vochtige warmte en geuren van tropische bloemen en vruchten. Een koor van Sixi Jurus zingt, dat is een krekelsoort, voor wie het niet weet, zingt een welkomstlied. Al ben je helemaal voor Hollands, zoals ik was, toch gaat er iets door je heen wanneer je van de vliegtuigtrap de eerste stap op Surinaamse bodem zet. Ik stap op heilige grond. Bijna wil ik de grond kussen, maar ik ben de paus niet. Tegenstrijdige gevoelens gaan door mij heen. Een gevoel van thuiskomen, terwijl ik me tegelijkertijd helemaal nog niet thuis voel in dit land. Een puzzelstukje ben ik. Zo'n puzzelstukje dat heen en weer wordt geschoven en gedraaid tot het uiteindelijk op zijn plek valt. In een aflevering van het televisieprogramma Spoorloos zie ik een jonge vrouw die haar ouders in Colombia op het spoor komt. Eerst zie ik haar lopen in de stad Bogota. Ze vertelt dat ze zich thuis voelt omdat ze zichzelf herkent in de mensen die ze om zich heen ziet. Dat is precies wat ik ook ervaar wanneer ik op vliegveld Zanderij rondkijk. Ik zie mensen in allerlei schakeringen bruin. Geelbruin, roodbruin, van bijna koffiezwart tot koffie met veel melk. Ik zie mensen met ronde ogen, met Aziatisch gevormde ogen, met allerlei haarsoorten, gevlochten haren, afrokapsels, gekrulde haren, steile haren. Hier hoor ik bij. Wat een prachtige bevolking in een prachtig land. Nou, ik ben in Suriname en ik begin me steeds meer Surinaams te voelen. Maar dan ineens een staatsgreep. En dan ineens wordt er een staatsgreep gepleegd. Militairen nemen de macht over. Suriname is niet langer een parlementaire democratie. Al is de zittende regering misschien corrupt en al functioneert ze niet naar behoren, ze is een democratisch gekozen regering die op democratische wijze ter verantwoording moet worden geroepen. Waarom wordt er een staatsgreep gepleegd? 25 februari 1980. Mijn moeder is een week geleden teruggevlogen naar Nederland. Mijn moeder was uit Nederland overgekomen om bij de geboorte te zijn van mijn tweede dochter. En ze vliegt weer terug naar Nederland na een paar maanden. Mijn oudste, Claudia, staat 's ochtends in alle vroegte bij ons bed, omdat ze bang is voor de knallen van het vuurwerk. Vuurwerk? Wij hebben niets gehoord. Sussend breng ik haar terug naar bed. Baby slaapt nog door alles heen. We slapen nog een uurtje. Om 5 uur staan we op. John gaat naar school. Ik zorg voor de kinderen. John moet maar net op school zijn aangekomen wanneer hij naar huis belt om te vertellen dat er een staatsgreep is gepleegd door een groep militairen. Ondanks de tropenhitte krijg ik het ijskoud en sta verlamd van schrik met de telefoon in mijn hand. Angst kruipt vanuit mijn tenen omhoog tot in mijn maag. Moeten we terug naar Nederland? Beiden hebben we geen antwoord op die vraag. De situatie is op dat moment niet te overzien. We besluiten de ontwikkelingen af te wachten. We zijn nog geen 2 jaar geleden geremigreerd.
We willen niet bij de eerste de beste tegenslag onze biezen pakken. We hopen dat de situatie niet escaleert. Dan vertel ik over eerdere pogingen tot staatsgrepen in 1910 en in 1947. Maar dat waren pogingen van Surinaamse mensen die de kolonisator weg wilden hebben. Dit was een andere staatsgreep. Andere aard. Er is al een tijdje onrust geweest in de stad. De komende maand maart zullen er verkiezingen worden gehouden. In de aanloop van deze verkiezingen zijn er regelmatig demonstraties tegen het regeringsbeleid door verschillende groepen uit de bevolking. Zoals bijvoorbeeld demonstraties door studenten. Het zijn demonstraties die rustig verlopen, die niet uit de hand lopen en niet in gewelddadigheden uitmonden. Ook militairen demonstreren. Ze willen een vakbond oprichten, wat door de legerleiding verboden wordt. De opgerichte vakbond, BOMICA, Bond van Militair Kader, wordt door de leiding niet erkend. Politie wordt afgestuurd op demonstrerende, ongewapende militairen. De legerleiding geeft bevel te schieten. Er wordt geweigerd te schieten op ongewapende demonstranten. Enkele bestuursleden van BOMICA worden vervolgens gearresteerd. Ze worden vastgezet in het hoofdbureau van politie aan de waterkant. Ze worden voor de krijgsraad gedaagd op beschuldiging van militair oproer. Er hangt een zware straf boven het hoofd. 26 februari zal de krijgsraad uitspraak doen. Zover komt het niet. De Mimmerenboekenkazerne wordt in de vroege ochtend van 25 februari ingenomen door een groep militairen. Een groep van 14 sergeanten onder leiding van Desi Boutersen en zijn rechterhand Royhorp neemt de macht over in Suriname. En dan gaat het van kwaad tot erger. Jan Pronk, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking, zegt in zijn boek dat het een uit de hand gelopen vakbondsconflict is. Hans Budding, NRC-journalist, onderzoeksjournalist, schrijft in zijn boek De Geschiedenis van Suriname dat er meer aan de hand is geweest. Wat er precies aan de hand is geweest, is eigenlijk nooit helemaal boven tafel gekomen. Bij de onderhandelingen die voorafgingen aan de onafhankelijkheid, stelde Nederland de Surinaamse regering een eigen leger in het vooruitzicht. Dat door een Nederlandse militaire missie verder zou worden ontwikkeld. Kolonel Hans Valk wordt tot hoofd van deze missie benoemd. De verhouding tussen kolonel Valk en kolonel Elstak is van begin af aangespannen. Wat is de agenda van kolonel Hans Valk geweest? Heeft Hans Valk als trol gefungeerd? Heeft Nederland, of in elk geval zijn militaire attaché, een staatsgreep in een democratisch land gefaciliteerd of zelfs aangemoedigd? Daartoe verwijs ik naar het boek van Pronk en van Budding, die die vragen ook stellen. En daar is onderzoek naar gedaan, maar het is nooit helemaal duidelijk geworden. Als het toen waar was, doet dat ertoe dat de toenmalige Nederlandse regering dan waarschijnlijk een flink pak boter op het hoofd zou hebben gehad. Doet dat ertoe? Want de staatsgreep is gewoonweg een trieste, onomkeerbare wending in de Surinaamse geschiedenis. Na eeuwenlang een wingewest te zijn geweest en onderdrukt te zijn geweest met harde hand, de tot slaaf gemaakte zowel als de Hindoestaanse en Javaanse contractarbeiders, slaan we niet de handen in één om iets te maken van ons land, maar gebruiken we onze handen in geweld tegen elkaar. Dan komt er een poging tot een eerste tegenkoep, dat is een jaar later. Er wordt eerst door Boutersen en zijn clubje wordt beloofd dat er verkiezingen zullen komen na een jaar, maar dat gebeurt niet. Dus er wordt een tegenkoep ondernomen door Wilfred Holker. Die tegenkoep mislukt, hij wordt gevangen gezet. Weer een jaar later, in het voorjaar van 82, is er een tweede poging tot een tegenkoep door Surinder Rambokus.
Het lukt hem om Hoker te bevrijden. Maar door allerlei omstandigheden lukt het Boutersen weer om Hoker te pakken. En die wordt ernstig mishandeld. En op de televisie worden beelden getoond van een toegetakelde Hoker om bevolking schrik aan te jagen. Waardoor Rambokus minder aanhang heeft en zijn tegenkoep uiteindelijk ook mislukt. Hoker wordt op de binnenplaats van Fort Zeelandia geëxecuteerd. Rambokus wordt gevangen gezet, maar nog niet geliquideerd. Na de tegenkoeppoging van Rambokus wordt er een volksmilitie opgericht. De leden van deze militie worden de oren en ogen voor het militair gezag. Er heerst een angstige sfeer. Wie kun je nog vertrouwen? Tegen wie durf je nog kritisch te uiten over het regime? Toch laat niet iedereen zich intimideren. Er zijn kritische journalisten, vakbondsleiders, juristen en meer kritische personen op invloedrijke posities in het bedrijfsleven en op de universiteit. Bij de overheidsinstantie waar ik werkzaam ben, werken nogal wat Boutersen aanhangers op sleutelposities. Maar ik voel geen angst. Ik voel verontwaardiging over de dictatuur. Gevormd door mijn Hollandse jeugd, uit ik die verontwaardiging ook. Er wordt een personeelsbijeenkomst georganiseerd. In een grote vergaderzaal op de bovenste verdieping van het gebouw. De directeur en de onderdirecteur houden toespraken voor het bijeengeroepen personeel. Er wordt het een en ander gezegd over Maurice Bishop van Grenada, over Fidel Castro van Cuba. We moeten applaudisseren, ik doe niet mee. Ik ben absoluut niet van plan om op commando in mijn handen te klappen. We zien wie er wel en niet applaudisseren, wordt gezegd door een mannetje dat bij de microfoon staat. Het is of ik in een boze film zit. Gaan zij voor mij invullen wat ik moet denken en voor mij bepalen wanneer ik in mijn handen klap? Het is heel beklemmend om een bepaalde denkwijze opgedrongen te krijgen. Om weliswaar de baas te zijn over je eigen gedachten, maar die gedachten niet te mogen uiten. Het is absurd om op je hoede te moeten zijn met betrekking tot wat je zegt en tegen wie je het zegt. Moet ik zelfs op mijn hoede zijn hoe ik mij gedraag? Krijg ik een notitie achter mijn naam omdat ik niet applaudisseer? 2 jaar na de staatsgreep door de Groep van 16 komen er geen verkiezingen, zoals in maart 1980 was toegezegd. 2 pogingen tot een tegenkoep zijn mislukt. Na de mislukte tegenkoep zijn we van Rambokus verder af van een democratie dan ooit. Boutersen komt in een internationaal isolement. Hij zoekt toenadering tot de regimes in Cuba en Grenada. In oktober 1982 brengt Maurice Bishop een bezoek aan Suriname. Tijdens dat bezoek wordt door Cyril Daal van de Moederbond een grote staking georganiseerd. Boutersen voelt zich in zijn hemd gezet. En Maurice Bishop is van mening dat Boutersen veel te slap optreedt. Het is de opmaat tot de moorden in december. In de nacht van 7 op 8 december worden 16 mannen opgepakt. Invloedrijke en bekende personen uit de Surinaamse samenleving. Ze worden gemarteld en geëxecuteerd op de binnenplaats van Fort Zeelandia. John Baburam, advocaat. Bram Beer, journalist. Cyril Daal, vakbondsleider. Kenneth Gonsalves, deken van de Orde van Advocaten. Eddie Hoost, advocaat. André Kamperveen, eigenaar radiostation ABC. Gerard Lekkie, decaan van de Sociaal-Economische Faculteit van de Universiteit. Soekerim Onrozing, directeur van het Universitair Rekencentrum. Leslie Raman, journalist. Surinder Rambokus, militair. Harold Riedewald, advocaat. Jiwan Singh Chombar, militair. Jozef Slagveer, journalist. Robby Sohansing, ondernemer. Frank Wijngaarden, journalist. Iedereen kent wel iemand persoonlijk uit deze groep mannen. Voor we naar ons werk gaan, hebben we al gehoord wat er gebeurd is. Dit nieuws heeft zich razendsnel verspreid. Via Moffo Coranti.
We horen hoe André Kamperveen van Radio ABC van zijn bed gelicht is nadat eerst zijn honden met een waakhonden met een oesie doorzeefd zijn. Die dag, 8 december, trek ik een zwarte jurk aan uit protest. Voor mij en naar mijn mening voor heel Suriname is het een zwarte dag. De bevolking in Suriname is in shock. We gaan naar ons werk, maar de angst en verbijstering zie ik in veel ogen. Wat gebeurt er in Suriname? Dit is ongekend. We proberen te bevatten wat er is gebeurd. Reactie op mijn werk. Nou, die zal ik besparen. Dat mag je lezen in het boek. Maar ik besluit om ontslag te nemen. Maar die moorden waren niet de enige moorden. Er was ook nog een bloedbad in Mooiwana. Dat is misschien iets minder bekend. Ronnie Brunswijk, afkomstig uit het Marondorp Mooiwana, heeft in 1984 ontslag genomen als lijfwacht van Desi Bouterse. Hij richt het junglecommando op en vecht tegen het regime. De aanslagen door het junglecommando leidden tot represaillemaatregelen tegen familie en dorpsgenoten van Brunswijk. Bouterse wordt getipt dat Brunswijk zich in het dorp Mooiwana bevindt. De militairen kunnen hem niet vinden. Geen van de dorpelingen kan of wil zeggen waar hij zich bevindt. 39 dorpelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, worden doodgeschoten. Veel huizen, waaronder dat van Brunswijk, worden in brand gestoken. In 1986, het jaar voor de verkiezingen, richt troepen van Brunswijk een bloedbad aan in het Marondorp Mooiwana. En de Marons zijn met recht een trotse bevolkingsgroep. Ze hebben de slavernij weten te ontvluchten en in het binnenland weten te overleven. Dan komen de verkiezingen door druk vanuit Nederland. De ontwikkelingshulp wordt stopgezet vanwege al die moorden. Daardoor komt er schaarste en wat dan allemaal gebeurt. Kun je lezen in het boek. Na de verkiezingen hebben de militairen toch nog een schaduwmacht. Ze blijven een schaduwmacht op de achtergrond. En dat wij besluiten eind jaren 80 terug te gaan naar Nederland. En eenmaal in Nederland horen we ook over een telefooncoup die in 89 gepleegd is. Waardoor Bouterse en zijn groep toch weer aan de macht kwamen. Het laatste stukje wat ik nu ga voorlezen, want volgens mij ben ik al veel te lang aan het woord. In de herfst van 1989 landen we op Schiphol. Voor de landing kijk ik uit het vliegtuigraampje. Nederland ziet er nog even groen en grijs en plat uit en heeft nog net zoveel sloten en plassen als 11 jaar geleden. Toen ik 11 jaar geleden wegvloog, dacht ik dat het voor altijd zou zijn. Nederland ziet me nooit meer terug, dacht ik toen. Het is druilerig weer. Dan zijn de mensen in Nederland meestal chagrijnig, kan ik me nog wel herinneren. Ik ben in Nederland opgegroeid. Een Surinaamse kaaskop was ik toen ik in 1978 in Suriname aankwam. Zal het me lukken om weer helemaal om te schakelen naar de Hollandse manier van leven? En is er de afgelopen 11 jaren veel veranderd in Nederland? Nou, dat is er dus wel. Ik laat het hierbij. Alleen nog een klein stukje van het nawoord, wat ik toch wel heel belangrijk vind. Ik richt me daarin, het laatste stukje van het nawoord, tot Nederland en Suriname en landen samen. En dan stop ik. Want volgens mij heeft iedereen ook trek hier naast een lunch. Hè? Lief Nederland, met Suriname ben je ruim 3 eeuwen verbonden geweest nadat je haar hebt veroverd. Ze had zelf al kinderen. Jij hebt kinderen in haar geplant uit Afrika en uit Azië. Van die kinderen zijn weer kinderen gekomen. Eén van die kinderen ben ik. Mijn verhaal heb je in dit boek gelezen. Lief Suriname, in dit boek heb ik verteld over mijn leven in Nederland en in Suriname. Wat ik vertel over de politieke gebeurtenissen zijn mijn persoonlijke belevenissen. Wat ik heb meegemaakt en hoe ik het heb ervaren. In 2025 ben je 50 jaar onafhankelijk van Nederland. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat je dan uit het dal bent geklommen waar je nu nog in zit. Want al ben ik nog zo van Holland en al houd ik van Holland, mijn eerste liefde ben jij, Suriname.
het land waar ik geboren ben. Lief Suriname en Nederland, jullie gezamenlijke geschiedenis is niet uit te wissen en heeft voor jullie beide consequenties in het heden. Nederland, het Surinaamse volk, heeft in 3 eeuwen trauma's opgelopen die nog niet helemaal verwerkt zijn. Het verleden kunnen we niet meer veranderen. Suriname, kun je het kwaad uit het verleden vergeven? Want alleen dan kunnen Nederland en Suriname in vriendschap verbonden blijven. Dat was het. Ik begrijp dat straks gelegenheid is om het boek te kopen. Ja, voor wie daar belangstelling voor heeft. Precies, de boeken staan daar. Volgens mij een boekje kost €20 als ik het goed heb. Ja. En er is ook nog een verrassingje, een klein verrassing. De eerste 12 mensen die het eerst zijn gekomen, die krijgen 1 boekje van Teersa en 1 boekje van Ruud gratis. Dus wie op tijd is gekomen, hebben geluk gehad. Maar voordat we naar de lunch gaan, zijn er een paar korte vragen. Of heeft iemand iets interessants te vertellen over Teersa, haar boek en haar ervaring? Of is iemand is in de zaal die wat te vragen heeft? Iemand, andermaal. Iemand? Oké. Okay. Was het nog duidelijk aan het verhaal? Oké. Okay. Ja. Geen vragen? Is het je gelukt om weer te reïntegreren in Nederland? Ja. Jawel. Je voelt je thuis hier? Jawel. Maar je blijft toch altijd in een soort spagaat. Ja. Ik voel me hier thuis en toch verlang je van tijd tot tijd weer naar daar. En vooral als er vervelende dingen gebeuren hier. Heel bekend van mensen tussen 2 culturen volgens mij. Ja, waar je ook bent, blijft een hang naar de andere kant. Zeg. Klopt. Ja. Dank voor het resultaat. Ja, graag gedaan. Ja, ik heb een vraag. Want, je viert geen Kit Kotti. Wat zou je daarvoor in de plaats willen hebben? Want dat is toch belangrijk om een gemeenschappelijk symbool te hebben. Ja, nou, ik, met het niet vieren bedoel ik. Ik vind het geen feest van blijdschap. Ik herdenk mijn voorouders. Ik vind, waarom moet ik blij zijn dat mijn voorouders ineens vrij waren? Die vrijheid had hun nooit mogen afgenomen mogen worden. Ja. Dus die dag is voor mij wel een herdenkingsdag. Ik zou bijvoorbeeld wel, pas gisteren niet in de gelegenheid, naar Amsterdam willen gaan en daarbij dat nationale monument een krans willen leggen. Dat wel, ik vind het een herdenkingsdag. Maar voor mij persoonlijk, is het niet iets om te feesten, omdat ik vind dat het die vrijheid nooit afgenomen had mogen worden. Maar dat is mijn visie. Okay. Ieder kan er anders naar kijken. Okay. Ja. Dus ik herdenk het wel. Ik denk wel aan mijn voorouders. Eind van het jaar ga ik naar Suriname. Wil ik naar Plantage Goudmijn, want daar is mijn opa geboren en zijn moeder is vrij gekomen op 1 juli 1863. Ja. Zij is nog in slavernij geboren. Dat is mijn overgrootmoeder. Dus het is helemaal niet zo lang geleden. Sommige mensen zeggen, dat is zo lang geleden, maar dat is niet waar. Dus de moeder van mijn opa is nog in slavernij geboren. En mijn opa is op die plantage geboren, want ze moest nog 10 jaar blijven op die plantage. En die plantage wil ik nog gaan opzoeken. Dat heb ik allemaal kunnen achterhalen door zoeken in het archief. Ja. Maar ik herdenk dus. Ja, ik denk dat het een mooie perspectief en een mooie mening is van jezelf. En een mooi verhaal. Iedereen heeft zijn eigen visie en zijn eigen mening. Ja, dat ben ik mee eens. Iemand nog een vraagje? Zijn er misschien mensen die toevallig ook de staatsgreep hier hebben meegemaakt, of... Nee, niemand dat meegemaakt? Nou, wees maar blij. We hebben geluk gehad. We gaan nu naar het volgende gedeelte, waar we net Teersa gaat. Dat is een leuke presentatie, leuk boek natuurlijk. En voor de mensen die het nog willen kopen, haar boeken staan nog daar.
Maar nu gaan we verder naar de volgende schrijver, Ruud Chander. En hij zal jullie verder vertellen over zijn boek Gevangen in een web van zwarte letters. Zo mysterieus. Dus succes, Ruud. Ja. En nog een applaus voor Ruud. Kan je even klikken? Ja. Ik ben Ruud Chander. Zoon van een contractarbeider, zou je niet denken. Ja. Mijn vader kwam in 1912 met het schip Chenaap naar Suriname. Werkte op plantage Waterloo in Nikeri, district Nikeri, westen van Suriname. Het was een Engelse plantage. De Engelsen die hebben Nikeri tot ontwikkeling gebracht tijdens het Engels tussenbestuur 1846. Ik ben in 1973 naar Nederland gekomen, in het onderwijs gewerkt in Suriname, hier ook in het onderwijs begonnen. In Nederland eerst in het basisonderwijs, toen directeur geworden van de school, gestudeerd in Den Haag en later in Leiden. Historicus nu, bestuursadviseur geweest van de gemeente Den Haag en directeur van een omroep in Hilversum. Dat toen gepensioneerd in 2008. En toen dacht ik van nou, moet toch iets als historicus doen. En heb ik dit boek geschreven. Gevangen in een web van zwarte letters. Als je naar het kaf kijkt, dan zie je dus eigenlijk tralies een beetje. En dus op de tralies contract. De mensen die wisten niet wat ze tekenden eigenlijk, want het waren allemaal bijna analfabeten. Dus ja, die vertrouwden erop wat de Engelsen of de ambtenaar daar zei. Ja, de vragen moesten ze beantwoorden. Ze kregen vaak heel vage antwoorden. Waar ga ik? Ja, nee, dat wisten ze niet precies. Ja, want dat werd pas in Calcutta bepaald. Want je moet je voorstellen, je wordt geworven in Bihar, dat is Noord-India. Je reist een paar duizend kilometer naar het zuiden. Ja, of vanuit het zuiden naar het noorden. Dus van overal kwamen mensen. En die gingen dus naar Calcutta. Daar werden ze dus in een depot. Moesten ze dus een tijdje verblijven totdat ze genoeg mensen hadden. Want wat was moeilijk? Vrouwen vinden. Want in de overeenkomst was afgesproken dat er 40% vrouwen mee moesten gaan. Dat haalden ze bijna nooit. Ja. En dan werd er zoiets van afgesproken, nou volgende keer halen we dus dat in. Maar dat gebeurde vaak niet. Dus de verhouding was 1-3. Ja. Ik ga dus even iets vertellen voor we naar het boek gaan. Afschaffing van slavernij, die heeft er dus iets over gezegd. In 1863 werd slavernij afgeschaft. Maar dat was vrij laat. Want in de andere koloniën, Guyana, was het al veel eerder, in 1834. Dus de Nederlandse planters in Suriname, die hadden gezien wat er daar gebeurde in het buurland. Trouwens, Guyana was ook een Nederlandse kolonie geweest, de hele tijd. Dus daar hadden ze gezien van, wacht even, als de slavernij wordt afgeschaft, gaan die mensen van de plantages. En dan komen we dus arbeiders tekort. Dus die hadden gezien
dat de Engelsen heel veel Indiërs naar Guyana hadden gebracht, naar Trinidad, Jamaica, noem maar op, Zuid-Afrika, Mauritius, Fiji, Maleisië, overal naartoe. Het was een wereldwijd systeem. Bijna 1,5 miljoen mensen uit India zijn toen verscheept naar de verschillende koloniën. Over dus de werving van de contractarbeiders zijn er twee opvattingen. Het is een debat nu. 1. Dat de arbeiders zijn misleid, bedrogen en stelselmatig uitgebuit en gediscrimineerd. Een tweede theorie is dat de arbeiders in volle vrijheid en met kennis van de verre orde hebben gekozen om als arbeiders op de plantages te werken. Dit is onder andere door professor Emmer, die verdedigt dit zo'n beetje. Bij Bhagwan Bali, die gepromoveerd is hierop, die zegt dat is helemaal niet waar. Ja, de mensen zijn misleid en naar Suriname verscheept. Het is in mijn boek, kies ik een soort middenweg. Er zijn natuurlijk altijd mensen die avonturiers zijn. Mensen die dus ja, gewoon dachten van nou, we gaan mee, we zien wel. Want je werd geworven op stations, op drukke plaatsen. En dan kwam er dus iemand langs en die zei van, joh, wil jij werk? Ja, natuurlijk wil ik werk, want het was een heel moeilijke tijd in India. Hongersnoden. Tweede was dat de Engelsen heel veel katoen en klaargemaakte stoffen uit Engeland. Dus ze haalden katoen uit India, maakten kleding in Engeland, verscheepten weer naar India, waardoor heel veel mensen werkloos werden daar, die vroeger allerlei spinnerijen hadden. Dus, en ook werden ze gedwongen om bepaalde landbouwproducten op het land voor de Engelsen te cultiveren. Nou, mag ik volgende? Je ziet het. Grootste deel is naar Mauritius gaan, bijna 500.000. Brits-Guyana 238.000. En dan zien we Suriname, Dutch Suriname 34.000. Waarvan 1/3 deel weer terug is gegaan naar India. Volgende. Wat was nou contractarbeid? Een systeem van onvrije arbeid. Misleiding en desinformatie om de mensen te krijgen. Contractduur was 5 jaar. In het buurland was het 10 jaar. Dus de Nederlanders die werden eigenlijk een beetje gepest. Want er was concurrentie natuurlijk ook. Dus 5 jaar moesten ze weer de planters betalen om dus de mensen weer een retourpassage te geven als ze wilden weggaan. Plantage niet verlaten zonder toestemming. Planter had fysieke en ook morele dominantie over hen. Ze werden ook vaak in alle stukken coolies genoemd. Dat wil zeggen, ja, een denigrerende term. Hoge boete en gevangenisstraffen als je werk weigerde. Geen vrije keuze van het soort werk en werkgever. In India had men gezegd, je verdient op de plaats waar je naartoe zou gaan, dat wisten ze niet, 60 cent per dag, maar dat stond in je contract. Toen ze in Suriname kwamen, kregen ze niet een dagloon, maar een taakloon. En zo'n taak was berekend op een slaaf die 10 jaar ervaring had. Dus de meesten die konden dat in het begin helemaal niet verdienen. Er is dus heel veel honger geleden. De eerste verschepingen naar Suriname, die waren verschrikkelijk. Er stierven heel veel
op het schip zelf. En als ze dus op de plantages kwamen, moesten ze gehuisvest worden in de slavenbarakken. De meesters die er waren, die waren nog net, die waren gewend om de slaven op een andere manier te behandelen. Dus, en die moesten nu Engelse burgers, want dat waren ze. Het waren Engelsen uit Brits-Indië. En daarvoor was er dus ook een consul in Paramaribo. Ja, die moesten ze dus op een andere manier behandelen, maar dat lukte ze vaak niet. Want die mensen werden ook soms geslagen, opgesloten, et cetera. Toen heeft Engeland gezegd, jongens, we schorsen dat, gaat niet door. Men heeft wat verbeteringen doorgevoerd en toen is het weer... toen is men weer begonnen om contractarbeiders uit India te halen. Hoofddoel is te verzekeren natuurlijk dat er voldoende arbeiders en de lonen op een niveau te houden waarbij de planters voldoende winst zouden kunnen maken. Dat was hele opzet. Geld verdienen. Nou, volgende. Ik dacht toen ik dit boek begon te schrijven 10 jaar geleden, ja, en dat begon met de vraag, waarom kwam mijn vader naar Suriname? Waarom verliet hij zijn dorp? Ja, dus ik ben toen in de archieven gedoken, nou, dan krijg je dus een A4'tje. En daar stond hoe lang hij was, van welke kaste hij was, uit welk dorp hij kwam. Nou ja, veel was er niet te vinden. Maar ik had hem gekend, want ik was 10 toen hij stierf. En hij had altijd van zijn een paar scheepsbroeders die op ons erf woonden. Mijn vader die was succesvol geweest later. En die had dus heel wat van die lodges, zeggen we in Nigerië. Nigerië is heel apart in Suriname, omdat er vroeger geen verbinding was tussen het westelijk deel en Paramaribo. Dus wij spraken een beetje Engels. Lodges. En dat zijn kleine woningen op het erf. En nou, daar woonden deze scheepsbroeders van hem. En ik heb dus ook die verhalen een beetje meegekregen. Dus ik dacht, wacht even. Ik kan dus ook mijn broers, die veel ouder zijn dan ik, ja, ook verhalen gehoord van hun. In het dorp waar hij dus begonnen is, ook mensen gehoord en gesproken, geïnterviewd. Maar ik kwam er dus niet helemaal uit, dus ik dacht, ik las dit en ik denk, nou, laat mij ook met de historische feiten en fictie een verhaal maken. Maar die fictie, dat is natuurlijk op basis van wat je leest, onderzoekt, et cetera. Probeer je dus een verhaal te schrijven. Tagore zegt het ook, eerste Aziat die de Nobelprijs won in 1913 met de dichtbundel Gitanjali. De waarheid vindt het kleed van de feiten te nauw. In de verbeelding beweegt zij ongedwongen. Nou, dat is dus het resultaat geworden. Ja, ik dacht van nou, het moet een verhaal worden dat jongeren aanspreekt. Wetenschappelijk werk, ja, wie leest dat? Dat zijn wetenschappers vaak. Of als je verplicht wordt om een wetenschappelijk werk te bestuderen. Maar verhalen leest men wel. Ik had een geweldige guru in Suriname, meneer Loor. Ja, was een fantastische verteller, een verhalende historicus. En ik dacht van nou, ik ga ook een verhaal schrijven. Waarom dit boek? Ik heb dus affiniteit met het onderwerp. Ik ben een migrant, in 1973 naar Nederland gekomen. Mijn vader was contractarbeider, ook migrant. Een schrijver die, dus ik dacht van nou, ik schrijf dus dit
boek. En ik schrijf het ook vanuit mijn eigen tijd altijd. Als schrijver schrijf je vanuit deze tijd. En wat zijn de problemen? Een van de bekendste problemen op de wereld nu is migratie. Kijk maar naar de... kijk maar naar Midden-Amerika, kijk maar naar Noord-Afrika, kijk maar naar Azië op dit moment. Overal zien we migranten. Dus dit boek is ook bedoeld dat je een beetje kan inleven wat een migrant eigenlijk meemaakt. Bekendheid geven aan een onbekende periode. Wat weten we van contractarbeid? Ik ben blij dat slavernij nu een beetje aandacht krijgt. Contractarbeid helemaal niet. Want contractarbeid is verbonden met slavernij. Want in 1863 zou de slavernij waarschijnlijk nog niet afgeschaft worden als men niet geweten had dat we arbeiders kunnen halen uit India. Want ze hadden gezien, ze hadden al gesproken met het buurland, met de mensen, de regering, die hadden alles al geregeld. En men had dus een overgangsperiode van 10 jaar, dat is staatstoezicht geweest. En dus het is gewoon een opvolging van, want die plantages zouden natuurlijk failliet gaan als er geen arbeiders zouden komen. Dus ik denk dat het goed is ook om deze periode mee te nemen, want dat er nu 50.000 Hindustanen in Den Haag rondlopen, is ook een gevolg van contractarbeid. Dat de bevolking van Suriname, grootste groep Hindustanen zijn, apart als je dus de Creolen en de Bosland-Creolen en de Stadskreolen apart neemt, zoals de demografie in Suriname wordt vastgesteld, dan zijn de Hindustanen de grootste groep, zowel daar als hier. Literatuur en geschiedenis. Ik vind altijd, verhalen doen dit. Ja? Dus de beste manier om geschiedenis door te geven, via de literatuur. Officiële bronnen. Als je dus gaat kijken naar, ook naar de slavengeschiedenis, dan zie je dus allerlei gegevens. Wat verdienden de mensen? Wat aten ze? Hoe woonden ze? Allemaal van die feitjes. Je hoort nooit wat voelden de mensen. Dat werd nooit opgeschreven. Ja? Wat voor gedachten hadden ze? Werd niet opgeschreven. Wat voor dromen hadden de mensen? Werd niet opgeschreven. Dat kan je alleen maar door een verhaal van te maken. En waarom konden ze? En er was ook nog iets anders. Je ziet ook hier nog steeds, de armen kunnen hun verhaal niet vertellen vaak. Die hebben de taal niet. Die hebben de kennis niet vaak. Om dat goed en dat ook vast te leggen ergens. Dus er moeten mensen zijn die dus ook iets van deze mensen, die groepen die niet aan het woord komen, ook een stem geven. Nou, dat probeer ik dus ook in dit boek. Het is natuurlijk ook een zoektocht. Als je schrijft, dan schrijf je altijd een stukje van jezelf, ook in dat boek. Zoektocht. En het schrijven gaf mij ook plezier. Dat is dus de reden waarom ik dit boek heb geschreven. Nou, het bestaat dus uit een aantal hoofdstukken. Professor, mijn naam even kwijt. Die zei ook van Ruud, jij bent een van de weinige mensen die dus schrijft over de reis in India. De mensen schrijven vaak over wat er in Suriname is gebeurd. Dus ik begin met in het dorp waar dus mijn personage vertrekt. Ik zal een stukje voorlezen, want dan voel je ook van wat er gebeurt. Migranten hebben dromen. Migranten die hebben het
zoiets van verlangens en ze willen succesvol zijn. Die vertrekken met een hoop, met hoop van jongens, we gaan het maken. Maar we vergeten dat ze ook veel achterlaten. Dat stukje geschiedenis wordt vaak niet verteld. Wie blijft achter? Vader, ouders, broers, zusters, noem maar op. De pijn die je dan voelt als je moet vertrekken. Maar ook in die tijd eigenlijk voorgoed. Ze wisten vaak ook, we gaan ze nooit meer zien. We vergeten dat stukje vaak ook. Migranten hebben twee kanten. Ik lees een stukje voor. Hij staat 's morgens op, slaapt in de... In India slaapt men vaak op het dak in de zomer. En ook buiten, op zo'n touwbed. Dat heb ik nog gezien bij mijn vader. Nou, hij ging rechtop zitten en nam de tijd om zijn omgeving nog één keer in het geheugen op te slaan. De koelte van de ochtendschemering. De mist die als een sluier op de velden dreef, het gekletter en gefluit van de vogels en het nog altijd slapende dorp, gaven hem een rust die hij het afgelopen etmaal niet gevoeld had. Herinneringen kwamen boven, sommige sterker dan andere. Daar, bij die mangoboom bijvoorbeeld, had hij zijn moeder voor het laatst zien lachen, toen hij haar als een jongetje gevraagd had waarom kinderen niet aan hun moeders groeiden. Zoals mango's aan een mangoboom. Met een lach op haar gezicht had ze gezegd, ach kind, je bent ook in mij gegroeid. Je bent mijn vrucht. Hij moest zo gek naar haar gekeken hebben dat ze in schaterlachen uitgebarsten was. Bij de neemboom, daar poetste zijn vader vroeger elke ochtend zijn tanden. Rambuks had van hem geleerd hoe hij met veel misbaar moest gorgelen en het water vervolgens zo ver mogelijk moest uitspuwen. En op deze katia, dat is het touwbed, had hij eindeloos met Haribak zijn broer naar de sterren gekeken en in het donker liggen spieden als ze het gekras van een overvliegende uil hadden gehoord. In koude nachten hadden ze heel dicht tegen elkaar gelegen. Ja, dat was allemaal jaren geleden. Net als hun vroegere ochtendwandeling naar het veld, waar ze gehurkt rug tegen rug probeerden om de grootste drol te draaien. Zelfs op deze ochtend, jaren later, kwam de weeëngeur weer in zijn neus. Rambuks kwam terug uit het verleden door de stem van Abdul Chacha, die de moslims in het dorp opriep om Allah te loven. In elk geval, hij probeert wat mee te nemen, want hij zou die ochtend trekken en naar de werver toe gaan die op hem zou wachten bij de markt. Dat is dus afscheid nemen. Pijnlijk als hij dus dan in het dorp, in de hut gaat, die armoedige hut. En zijn broer, die enige broer die nog over was van al die kinderen, die door hongersnood en ellende overleden waren. En dan zie je dus ook de gevoelens. Dat men bijna niet kan praten op dat moment. En dan probeert hij nog iets te zeggen, maar het lukt niet. Hij keert zich om en loopt het huis uit. En naar de wagen waar de metgezellen, dus waar zijn andere, waar de andere mensen die met de werver mee zouden gaan naar Calcutta, richting Calcutta. Dus het tweede hoofdstuk gaat over mensen die naar Calcutta vertrekken. En ik zal daar dus uit dat stukje één stukje lezen. Hij komt op waar de wagen staat en dan ziet hij dus een man zitten op de wagen en hij is de tweede. Hij kijkt naar de man en hij denkt bij zichzelf, ja, ik heb in elk geval een metgezel als ik dus straks vertrek.
De man zegt niks en op een gegeven moment gaat hij dus van de wagen, komt weer terug en dan... Ammet had hem niet aangekeken. Zijn hoofd lag op zijn opgetrokken benen en zijn schouders schokten. Rambek zweeg, zag hoe een windvlaag droge bladeren en stof bracht in de wagen van de vrouwen die dus op andere wagens zaten. Ze sloegen hun sluiers voor hun gezicht. Ik kan ze niet meer te eten geven. En hun hongerige blikken kan ik niet verdragen, zei Ammet onverwachts. Hij knikte naar de kinderen en schudde een vlieg van zijn gezicht, waarna hij zich opnieuw in stilzwijgen hulde. Ben je ook door een werver benaderd? Vroeg Rambek. Ammet knikte. Starend naar zijn voeten zei hij, ik heb mijn vrouw en mijn twee kinderen achtergelaten bij haar ouders en beloof dat ik zo gauw mogelijk geld zal sturen. Mogen Allah ze beschermen en mij helpen om mijn plicht als man en vader na te komen. Ik schaam me omdat ik mijn schoonouders om hulp heb moeten vragen. Met de achterkant van zijn hand maakte hij een veegbeweging langs zijn ogen. Na een korte stilte sprak hij verder. Ik heb 16 jaar gewerkt als wever, maar ik raakte werkloos. Mijn opdrachtgever had geen klussen meer voor me. Hij zei dat de Engelsen veel kant-en-klare kleding naar India brachten. En dat de mensen hier dat mooier vonden. Nou, dat is een van de redenen waarom mensen vertrekken. Werkloos worden. Dat wilde ik met dit voorbeeld geven. Ja, dat er dus op die wagen allerlei, dus ongeveer 7 of 8 mensen op zo'n kar naar richting de trein gaan. Waar ze dus dan met de trein naar Calcutta reizen. Het was een heel moeilijke tijd. Dus die reis beschrijf ik. Dan zie je dus langs de weg mensen in opstand komen omdat ze honger lijden. Je hebt ook allerlei figuren die je tegenkomt en ook mensen die dus in die tijd, in 1912, vindt dit verhaal dus plaats eigenlijk. In die tijd was er dus ook een opleving van de strijd tegen de Engelsen in India. Dus ook dat hoor je in het boek als die mensen de reis vervolgen. Dan krijgen we dus de treinreis. Dat gaat dus naar Calcutta. En in Calcutta wordt dus, worden de mensen eerst voordat ze daar vertrekken, moeten ze dus aangeven of ze vrijwillig meegaan. Want dat werd dus dicht bij de woonplaats eigenlijk gecheckt. Van even kijken of jullie gedwongen of welke manier dan ook niet vrijwillig meegaan. Maar ja, als je geen informatie hebt en geen kennis hebt, dan zeg je omdat je werk wil hebben, ja, ik ga. Ja, of ik, bent u getrouwd? Nee, ze zijn soms getrouwd geweest. Dus omdat je dan een soort hindernis voor jezelf opwierp. Dus men probeerde op allerlei manieren deze mensen dus mee te krijgen. En Suriname werd genoemd Sriraam soms. Sriraam was de godheid uit een van de bekendste epos uit de wereld, de Ramayana. Heel bekend in heel Zuidoost-Azië. Het Wayangspel in Indonesië komt ook uit Ramayana. Je ziet de namen van de koning in Thailand ook. Rama, Kin, Rama, wat. Ja, dus het was een heel bekend boek. En het was eigenlijk de Bijbel van de Hindoes een beetje. Ja, daaruit worden de waarden en de normen meegenomen naar Suriname. En nou, dus de mensen die gaan dus naar Calcutta, maar ze moesten dus eerst zeggen of ze vrijwillig gingen of niet. Nou, als je dus zo'n gesprek volgt van hoe ze dus gekeurd werden,
Nou, ik geef even een voorbeeld. Ramen, hij komt in het kantoortje, werden ze één voor één binnengelaten. Achter een grote tafel zat een magere man met een langwerpig gezicht en holle wangen. Met zijn felle zwarte ogen keek hij naar Rambux, die voor de tafel stond en bedeesd groette. De ander deed of hij dat niet had gehoord. Naam? Hij keek even op het papier voor zich. Waar kom je vandaan? Goody, meneer, antwoordde Rambux. Goody, goody, waar ligt dat? Een paar dagen verwijderd van Jaipur, meneer. Rambux zag dat het woord sahib wat ontspanning bracht op het gezicht van de beambte, die met een houten doosje op de tafel tikte en vroeg, kaste? Kurmi, hoe oud? 18, sahib. Getrouwd? Kinderen? Nee, sahib. De beambte nam hem met gefronste wenkbrauwen op en bleef hem zo een poosje zwijgend aankijken. Rambux had graag willen zitten, maar kreeg geen zitplaats aangeboden. De houten stoel naast hem was half onder de tafel geschoven. In de hoek van de kamer zat een klerk ijverig in een boek te schrijven. Zijn pen werd al een paar keer in het flesje naast hem gedoopt. Nou, zo gaat het dus voeren. Waarom wil je weg? Vervolgde de beambte. Voor werk, ze zei. In mijn dorp is er niets te verdienen voor mij. Heeft je familie geen land? Rambux twijfelde even. Nee, sahib, het land is van de landheer. Mijn broer heeft een klein stuk gepacht en hij heeft een vrouw met twee kinderen. Meer land is er niet. Ik heb eerst bij mijn ouders gewoond en na hun dood bij mijn broer. Maar nu hij getrouwd is en kinderen heeft, kunnen we amper van de opbrengsten leven. Hij voelde een zekere irritatie opkomen toen de sahib zijn ogen sloot en er rimpels op zijn voorhoofd verschenen. Naam van je vader en moeder? Rambux en Panji. Maar ze leven niet meer. Hij boog het hoofd. Weet je zeker dat je weg wilt? Ja. Weet je dan waar je naartoe gaat? Ik heb gehoord dat we naar een ver land gaan, maar ook weer niet zo ver dat we niet terug kunnen komen. Je weet dat zeker. Dat heb ik van Ragubir gehoord, de werver. Wat heeft Ragubir jou verteld? Dat we veel geld kunnen verdienen als we naar dat land gaan. En dat we 5 jaar moeten blijven. We kunnen daarna terug naar huis, als we dat willen, met genoeg geld om een eigen stuk land te kopen. Atja, dus jij gaat veel geld verdienen. Genoeg om een eigen land te kopen. Rambux begreep de ondertoon. Sahib, kunt u mij zeggen wat we gaan verdienen? De beambte zweeg en keek hem aan met een zweem van een glimlach om zijn mond. Ja, zeg zelf dat je veel geld gaat verdienen. Ik ben er niet geweest, dus ik zou je dat niet kunnen zeggen. Maar in de papieren hier staat dat je 60 cent per dag kan verdienen. Dat is inderdaad meer dan hier. Verder zal ik je enkele zaken duidelijk maken dat hier ook in de papieren staat. Je moet wel heel ver van hier gaan en minstens 5 jaar hard werken. Na die 5 jaar kun je terug op kosten van de blanke sahibs. Weet u ook waar we naartoe gaan? Ver. Maar dat hoor je in Calcutta als de dokter jou heeft goedgekeurd. Ik ben toch gezond en sterk? Dat maakt de sahib uit daar. Nog andere vragen? Wat voor werk moet ik doen? Dat weet ik niet precies, maar ik denk landarbeid. Rambux dacht even na. Er kwam niets meer in op. Je weet zeker dat je wil gaan? Rambux knikte. Goed, dan zal ik wat hier op het papier staat voorlezen en voor je vertalen. Rambux luisterde en knikte en keek niet veel later naar de afdruk van zijn duim. Hij had het gevoel dat hij zijn lot zelf een wending had gegeven. Ja, dus de mensen die tekenden en wisten eigenlijk niet precies wat ze tekenden. Want dat werd wel voor ze soms vertaald, ja, maar waar ze naartoe gingen en waar Suriname lag, dat, al dat soort dingen wisten ze helemaal niet eigenlijk. Als ik dus dan verder ga, dan zie je dus de overtocht. Ze werden dus in Calcutta in depots ondergebracht. Dan moesten ze soms wachten, een maand, 2 maanden soms.
Sommigen die probeerden weg te lopen dan. Maar goed, ze werden bewaakt. Dan in 1912 was het wel zo dat mijn vader met een stoomschip kwam. Want de eerste mensen die gingen, die deden 3 maanden over. Van India naar Suriname. Met zeilschepen. Hij was in 5 weken al in Suriname. Dan, meestal kwamen ze dus ziek, radbraak in Suriname aan. Moesten ze dus even bijkomen, werden ze dus in het militair hospitaal verpleegd. En daar werd dus beslist, en dan werd er beslist waar ze naartoe moesten gaan, naar welke plantages. Men wees ze toe aan bepaalde plantages die bestellingen hadden geplaatst. Nou, ergens onderweg had hij in dit boek, heeft hij dus een vrouw in het depot even gezien, later op het schip. En dan probeert hij natuurlijk zo snel mogelijk een vrouw te versieren, want er was een tekort aan vrouwen. Dus iedereen probeert natuurlijk te kijken van jongens, kunnen we een partner vinden? En dat geeft dus een soort concurrentie, maar je moest dus wel heel snel zijn. En sommige mensen die hadden zoiets van, joh, zal wel. Maar die bleven dan vaak 5 jaar lang zonder een partner zitten. Dat geeft dus wat, ik kan wel een paar scènes voorlezen. Maar ik denk dat het, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. 1 minuutje. Nou, nog 5 minuten? Oké. Nou, even kijken welk passage ik nog kan lezen voor jullie. Rambux had geen aandacht voor het gebeuren rond de muzikant. Zijn ogen zochten tussen de vele vrouwen naar de ene die hem maar niet losliet. Zit je weer naar die vrouwen te lonken, geile bok, sister Jyoti? Waarop Rambux lachend reageerde. Klopt, beter dan te staren naar de dijen van die danser, de mannelijke danser Siew. Die avond werd er in de mannenloods nog lang nagepraat over het feest en natuurlijk over de vrouwen die daarbij aanwezig waren. Rambux, wat heb je gezien? We hebben je in de gaten gehouden, man. Je zat alleen maar naar de vrouwen te koekeloeren. Ja, jongens, ik geef toe dat ik een vrouw wil. Al was het maar om me niet elke avond af te hoeven trekken zoals jullie. Hoor wie dat zegt. Grootste lullenstrijker van allemaal, zei Jyoti. En er werd gelachen. Nou ja, dus ik probeer ook de thema's die vaak niet in de geschiedenisboeken komen. Ook seks, homofilie, van alles was er. Het waren gewoon mensen. Nou, we vergeten dat. Contractarbeiders waren tussen 18 en 30 jaar. Ze moesten hard werken. Men wilde geen oude mensen hebben. Dus het waren allemaal jonge mensen met, waar de hormonen natuurlijk door het lichaam gingen. Dus ik probeer dus ook dat soort thema's in het boek te behandelen. Ik geef dus nog een voorbeeld. Nou, ik heb wel iets zitten nu op. Eigenlijk aan het eind, Waterloo, op de plantage waar ze te werk zijn gesteld. Veel van onze broeders hebben jaren gezwoegd en afgezien om wat geld mee terug te nemen. Want dat was natuurlijk aanvankelijk het plan. We gaan werken en we komen terug. Want ze wisten niet waar ze gingen en wat ze deden. Maar goed, Rambux knikte. Ik denk dat veel mensen gek zijn geworden van teleurstelling. Want ze konden bijna niks opzij zetten. Ze hadden gehoopt om rijk terug te keren. Alle mooie beloften die ze aan hun familie hebben gedaan zijn in rook opgegaan. Velen hebben helemaal niets opzij kunnen leggen. Dat schuldgevoel vreet aan je. Nou, ik heb wel iets anders aan mijn kop, zei Harnad. Er zijn hier veel te weinig schoonheden. Daar wordt ik gek van. Ik kan er alleen maar van dromen. Of ik moet
tegen betaling bij. Nou ja, je weet wel. Nu moet je niet gaan klagen, zei Naat. Ik zag je laatst met Siwa het huis van iemand binnenglippen. Je weet best wie ik bedoel. Kaledien lachte. Toch niet die barak van die oude Sonia? Ik hoor dat die voor een gulden masseert. Geloof me, die heeft meer verdiend dan wij allemaal. Zei Sital. Haar leus is toch, if you wanna taste the honey, you have to pay the money. Zei Khan. En heb je die honing al geproefd? Vroeg Rambux. En vervolgde. En nu je het toch over Siwa hebt, ik heb gehoord dat hij een of andere ziekte heeft opgelopen bij een vrouw uit Demerara. Als hij ervan af wil komen, moet hij zelf voor de kosten opdraaien, zegt de rode Saib. Helemaal zijn schuld niet, verdomme. Hadden ze maar voor meer vrouwen moeten zorgen. Die jongen moet ook zijn kwakkie kwijt, anders eindigt ook hij in een gesticht, zei Khan. Hij trok een paar keer aan zijn biddi, sigaret, die uitdreigde te gaan. Er waren natuurlijk ook momenten dat dat het spannend werd, want ze moesten keihard werken. Regen of zon maakte niet uit. Ik zal een stukje voorlezen. Er viel een sombere stilte. Ze zaten dus ergens in een barak. Rambo schudde zijn hoofd. Jammer dat hij weg is. Een man die het hart op de juiste plaats heeft en ook niet bang is uitgevallen. Sital was een van de contractarbeiders. Die had zijn tijd uitgediend en die was vertrokken. Die wilde niet blijven in Suriname. Weet jij nog, Narijn, die ene keer een maand geleden dat wij op het veld waren bij die suikermolen? Het was na 12. We hadden al staak om een sloot te graven. Toen wij halverwege waren begonnen, begon het vreselijk te regenen. Ook Kunji groef samen met Sital een rij wortels uit de grond niet ver van ons. Enkele andere mannen waren bezig gaten te graven voor de nieuwe aanplant. We waren zeiknat, maar mochten het veld niet verlaten, anders kreeg je die dag niet betaald. Het graafwerk werd zwaarder naarmate de grond meer water opnam. De klei bleef ook kleven aan onze schoppen. De zachte, natte grond maakte een slurpend geluid wanneer je je voet verplaatste. Je gleed uit en kwam met je benen tot je lul in de sloot terecht die je zelf had gegraven. We hadden de grootste pret en iedereen liet even het werk voor wat het was. Narijn, ja, knikte. Ja, of ik mij dat kan herinneren, rotzakken die jullie waren, lachen om mijn ellende. Die Birja lachte het hardst en ging even later zelf op zijn bek. Maar toen kwam het, zei Rambux. Op dat moment verscheen plots de blanke opzichter op zijn paard. Hij liet de heng stijgeren toen hij een paar meter van ons verwijderd was. Ik kan me heugen dat wij geschrokken stilvielen en achteruit deinsden. Zijn priemende vijandige blik onder die tropenhelm nam ons rustig op. We wisten dat hij ons altijd koelies noemde en niet besefte dat hij ons daarmee vernederde en pijn deed. Het was halverwege de middag en de donkere wolken joegen elkaar op. Na kamkere, na paisa. Niet werken, geen geld. Zei hij, en die rotzak keek ons aan met een borende superieure blik. Zijn droge lippen waren getuid alsof hij junglies uitdaagde. Ja, wij waren eerst met stomheid geslagen, maar na een paar tellen kroop de woede ook in onze hoofden en harten en het bloed werd roder dan rood. Die schoft keek neer op ons en wilde rechtsomkeer maken. Op dat moment hoorde ik Sital stampend in de modder zeggen: Bozri wala sale tu andahele. Klootzak, kutvent, ben je blind? Heb jij die gaten gegraven? En hij liep stampend door de modder naar de gaten die hij had gegraven. Deze bevonden zich vlakbij het paard dat onrustig stond te trappelen. De opzichter, die alleen Bosriwala had verstaan, haalde met de zweep uit naar hem. Ik zie het nog voor mij, maar Sital, die een beetje rechts van hem stond, zag het aankomen en weerde die met zijn schop af. Het uiteinde van de zweep draaide om de steel en bleef vastzitten.
Toen de Gora, de Blanke, een ruk eraan gaf, zette Sital zich schrap. De opzichter had dit niet verwacht en trok waarschijnlijk onbewust de teugel strak, waardoor het paard stijgerde en hij zijn evenwicht verloor. Hij viel van zijn paard zo in de modder. Rambux en Mansing keken elkaar met pretogen en glimlachten. Tjaiber, die het verhaal ooit eerder had gehoord, mengde zich in het spel. Weet je wat ik het bijzondere van dit voorval vind? Ik ken die Sital goed. Hij is een lichtkleurige, rijzige man met van die opvallende borstelige wenkbrauwen. Volgens mij had hij hier zelfs de bijnaam van de borstel. De mannen lachten. Onderschat dus nooit mensen die je stil ingehouden noemt, zei Rambux. Wat gebeurde toen? Wilde Mansing weten, die niet erbij was geweest. Hij lag in die periode in het ziekenhuis en had het een en ander gemist. De andere mannen hadden dat verhaal natuurlijk al enkele keren gehoord in verschillende variaties. Wat bedoel je, vroeg Narijn. Nou ja, op het veld toen de Gora viel. Die stond op zonder iets te zeggen of ons aan te kijken. Hij trok zachtjes de zweep los, klom op zijn paard en reed weg met een modderige rug, nat achterwerk en een rood gezicht. Rambux, die bij de toonbank stond, sloeg met zijn hand op het blad en er verscheen een glittering in zijn ogen. Die klootzak deed vast uit schaamte of om welke reden dan ook geen aangifte. Hij betaalde ons weliswaar die dag niet, maar niemand vond het eigenlijk erg. We hebben die middag Sital meegenomen naar de Chinees en zijn manmoedig daad gevierd. Dus ik probeer ook allerlei thema's en onderwerpen die we natuurlijk niet in een geschiedenisboekje vinden, ook in het verhaal. Vandaar dat ik ook fictie heb gebruikt om juist een spannend verhaal neer te zetten, maar ook een beeld te geven hoe contractarbeid was en hoe het op de plantages toeging. En ik hoop dat ik met verhalen dit beter kan overbrengen dan een boekje met alleen maar feiten. Dank jullie. Dankjewel Ruud voor jouw spannende verhaal. Zijn er vragen voor Ruud over de contractarbeiders? Zijn er mensen die van hebben gehoord? Ik denk de meeste studenten wel die hier zijn. Maar zijn er vragen? Ja, tot wanneer... ik heb een vrij luide stem. Okay. Tot wanneer is er sprake geweest van contractarbeid? Het laatste schip kwam in 1916 naar Suriname. Ja. De Dewa. In India, want Gandhi was in 1915 teruggekeerd na een lang verblijf in Zuid-Afrika, waar hij dus de contractarbeiders had meegemaakt en ook geknokt had voor deze mensen, voor een betere positie, is hij dus in 15 in India geland en toen waren dus al mensen daar bezig om dit vervloekte systeem, zoals ze dat noemden in India. En vooral veel wrever als er vrouwen meegingen. Ja, dus er was enorm veel weerstand. En het congres heeft toen in 17 al eigenlijk besloten om het stop te zetten. Pas in 2021 is door de Engelse regering vastgelegd bij wet. Dus, maar in 16 kwam het laatste schip naar Suriname. En mensen mochten natuurlijk na 5 jaar nog terug. Dus er zijn wel schepen teruggegaan. En dat ging vaak ook omdat de Nederlandse planters waren slim. En die dachten, wacht even, we hebben een eigen kloon. Indonesië, waarom halen we Javanen niet? En dat begon dus in 1893. En toen zijn er dus bijna evenveel Javanen gekomen als Hindustaan naar Suriname. Dus zo zien we hoe een multiculturele samenleving is ontstaan in Suriname en hier in de grote steden. Want dat zijn allemaal gevolgen van dus het beleid toen in Suriname. En dus ze konden gewoon verder met de Javanen. En die werden nog slechter behandeld, hoor.
die verdiende vaak ook veel minder. Nog meer vragen? Oké, okay. Nou, duidelijk. Dat was een duidelijk verhaal. Ik heb even nog een mededeling. De mensen die hier als eerst waren, de 12 mensen, even mijn lijstje verloren. O jee. Maar ik zal je naam even opnoemen en dan kan je je boekje komen halen. Je kan een keuze maken tussen een boekje van Ruud, de Weapon van Ruud kan je halen, en van Tirsa. Ik zal je naam wel even nog noemen, als ik de lijst heb gevonden natuurlijk. maar als er geen vragen meer zijn, dan ben ik blij dat jullie zijn gekomen. Ik hoop dat jullie hebben genoten, meer hebben geleerd over de geschiedenis. Ik ook, vooral, veel meer geleerd. Ik wist er wel van, op school hebben we dit wel gehad, maar zo in detail hebben we dat niet gehad. Dus het detail was wel weggehaald. Maar ik ben blij dat we allemaal ietsje meer hebben geleerd waar we vandaan komen. Er is ook nog een korte borrel, we hebben wat bananenchips, Surinaamse chips hebben wij. En ook nog wat wijn en wat bier, dus als jullie altijd nog willen napraten, is er ook nog een moment daarvoor. Dus nog een dank Ruud en nog bedankt Tirsa. Wij van Subest Delft en Stuum Generale hebben nog een bedankje voor jullie. Dus Shubhashini, als je even de bedanktasjes even. Yes! Dankjewel. We hebben Subest merch erin gezet. Subest boekenlegger, Subest pen. Maizena koekjes, voor altijd wat Surinaams erbij. En een schrijfblokje voor een, nog een boekje als je nog kan. Dus kan je nog meer schrijven? Zeker, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dankjewel.